Het is druk langs het trainingsveld tijdens de laatste openbare training van 2022. Nog altijd is Feyenoord koploper van de Eredivisie. 3 punten voorsprong op Ajax en PSV, maar het vertrouwen in een goede hervatting van de competitie heeft wel een deukje opgelopen. De supporters zien dat Gernot Trauner binnen traint. Hij is voorlopig uit de roulatie met een blessure aan zijn meniscus. Maar ook Quinten Timber moet de eerste wedstrijden van de tweede seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan. Tegen FC Emmen raakt hij geblesseerd aan zijn middenvoetsbeentje en ook hij mist de hervatting van de competitie. En nu, denk ik dan? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat weet ik niet. Kijk, zulke spelers zijn onvervangbaar. In slot we trust, zeggen we dan toch? Ja, dat is wel een aderlating natuurlijk. Ik ben al een fan wat betreft het verdedigen van Trauner. Ik bedoel, daar is de hele verdediging denk ik wel op gebaseerd. Onvervangbaar, denk ik. Hij is er wel, maar hij traint binnen. Ik heb hem gezien, ja. Dat klopt, ja. Jullie hebben hem ook gezien. Ja, ja. Hij gaat in elk geval een cruciale rol vervullen de komende wedstrijden. Lucharel Geertruida. Hij kan zowel Trauner vervangen in het centrum van de verdediging, maar hij kan ook de vervanger van Timber zijn, naast Kuksi op het middenveld. Want de enige die eigenlijk door kan schuiven naar de plek van Timber zou Geertruida zijn natuurlijk. Ja, ik denk dat hij achterin komt te spelen. Dus ja, moeten we wat anders zoeken. Een extra middenvelder is prioriteit nummer 1 bij Feyenoord. Arne Slot is nog altijd gecharmeerd van Twente-speler Rami Serouki. Maar ook de Noorse jeugdinternational Sivert Mansverk wordt gevolgd. Hij is bij zijn huidige club Molde de vervanger van Fredrik Arsnes. En zou dus nu ook in de Kuip de opvolger van Arsnes kunnen worden. Ja, wel eens gezien. Ook wel YouTube bekeken, omdat hij inderdaad toen al genoemd werd. Voetbalmanager is hij ook een goede speler, dus vandaar ook wel een bekende naam. Maar ja, als een beetje de Ausnes-lijn volgt, zou dat natuurlijk mooi zijn. Maar aan de andere kant, Wiefer is ook weer terug, dus eigenlijk ook een halve aankoop nu. Dat zie ik ook wel zitten. Want Mats Wiefer deed tijdens de groepstraining alles weer voluit mee, evenals Oussama Idrissi. Met de verkoop van Cody Gakpo bij PSV en de chaos bij Ajax leek Feyenoord een grotere kans te maken op de landstitel. Maar ook nu er voorlopig gespeeld moet worden zonder Trauner en Timber, is het vertrouwen nog altijd aanwezig. Hoe zijn die kampioenskansen nu? Nou, die zijn niet afgenomen, denk ik. Nou, ik denk dat ze veel groter zijn dan wat iedereen aan het begin van het seizoen gedacht hadden. Het is alleen jammer dat Blind nu weg is gegaan bij Ajax. Ik had hem liever nog even een paar maanden daar gezien. Maar... Ja, gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn lijkt me het verstandigste. En ja, als het niet op te lossen valt met iets van buitenaf, dan is het heel simpel. Dan moeten we het gewoon met deze mannen doen. En misschien, zo is het altijd, hè, als er wat wegvalt, staat er altijd iemand op waarvan je denkt, hey. Ja. Dus veel vertrouwen. Wat dat betreft staat 3 punten voor en de klassieker straks voor de deur. Ja, als je die wint, dan kunnen we wel een mooie tweede seizoenshelft tegemoet zien. Gaat wat worden, tweede helft van de competitie wel, toch? Ja, gelukkig nieuwjaar, hè? Een nieuwjaarswens. Een titel in 2023 zou heel mooi zijn. Nou, dat Wijnaldum eigenlijk wel komt naar Feyenoord. Dat zou wel heel goed zijn. Nou, dat we maar bovenaan blijven en eindelijk weer eens een keertje kampioen worden, zou toch wel lekker zijn. Nou, laat Feyenoord maar eens een keer de toon aangeven in Nederland. Dat zou wel mooi zijn. Ja, gewoon knallen, hè. En iedereen die ziek is, gewoon beter.